Dames en heren, welkom bij deze nababbel op de wedstrijd van vanavond. Het is al laat, dus we zullen het kort houden. Het was 4021 toeschouwers waren aanwezig. Er was Gevo Fischer, De Vries en Royer van Emmen. En het werd 1-0 door Isaias en het was al vrij vroeg in de wedstrijd in de zesde minuut. Ik zou graag het woord willen geven aan onze gasten vanavond, René Haakje. Dank u wel. Ja, ik denk eerst de MVV gefeliciteerd met de overwinning. En ik denk ook de moeilijke omstandigheden dat hun snel op voorsprong kwamen, dat absoluut in het voordeel van MVV was. Want wij wilden toch proberen, waar de omstandigheden toelaten, om te voetballen. Als je dan zo snel achterkomt, dan betekent dat je nog nauwkeuriger en nog beter moet spelen dan je misschien wel op een goed veld zou moeten doen. En dat ging niet goed af. We waren heel slordig en daarin de keuzes waren niet altijd even slim om heel kort te blijven spelen op deze omstandigheden. En MVV die maakte daar goed gebruik van. En wij komen dan vlak voor rust nog op het moment dat wij een beetje meer geluk nog op de 1-1 kunnen komen met de bal op de paal. Ja, na rust proberen we wat dingen te veranderen. En een aantal momenten heeft dat er goed uitgezien dat we toch een aantal mogelijkheden konden creëren. Maar ook MVV had ook een aantal mogelijkheden om zelfs al eerder de 2-0 te maken. Ja, dan moet je hopen dat de bal voor ons een keer goed valt in de ruimte die je dan krijgt. En dat gebeurt niet. En dan loop je tegen een anderhalf een verdiende nederlaag op. Dat was het. Ja, dankjewel. René, leuk. Voor jou was het ook. Ja, nou goed, ik denk dat René het spelbeeldje juist heeft weggegeven. We zijn goed van start gegaan, dat vond ik wel heel belangrijk. Dat was anders dan thuis tegen Go Ahead. Je scoort een doelpunt, ook verdiend denk ik op dat moment. We zijn toch wat feller op de een of andere manier kunnen en met toch aardig onder druk houden. De voorwaartse van hun, die ik toch heel hoog inschat, hebben eigenlijk weinig kunnen aanrichten. Nou, dat was gewoon belangrijk. Ja, en dan komt er een moment dat je, wat wij al toch een hele seizoen al hebben, dan moet je eigenlijk proberen die 2-0 te maken. Zeker als een ploeg wat anders gaat spelen, wat risico gaat nemen, wat sneller de lange bal hanteert. Hè, ze moeten dan ook. Ja, daar maken we toch te weinig gebruik van. Dan moet je gewoon proberen die 2-0 te maken. Maar op de een of andere manier zit dat er nog niet in. Wellicht dat met onze nieuwe aanwinst wel kan, want ik denk dus van wel. Maar goed, dat zullen we dan zien. Maar nogmaals, januari is voor MVV misschien wel de beste januari in de hele historie geweest. Normaal hoorde ik altijd, we zijn op trainingskamp geweest en dan verloren we altijd. We zijn nergens naartoe geweest en we hebben de maximale winst. Nou, als je dan zo zeker toevallig dan over 31 januari jarig bent en dan nog 3 punten in de zak krijgt, dan is het gewoon fantastisch. En, nu volgende week Almere City. Ik denk dat een hele beladen en fijne wedstrijd kan worden waarin misschien wel iets moois gloort aan de horizon voor MVV. Dankjewel René, en we zullen niet gaan zingen hoor. Nee, laat het maar. Er zijn er even 2 vragen voor de trainers. Zo niet wil ik afsluiten en jullie een hele goede reis terugwensen. Veel succes verder. En wat ons betreft zijn we er over 14 dagen tegen, of 11 februari tegen RKC.